Oké, we gaan verder. Er is één vraag, Erwin. Ja, er is een vraag over dementerende of die zich al in kama loka bevinden, vooruitlopend dus op de fysieke dood. Ja, het is zo dat dat is inderdaad een feit. Wat je dan eigenlijk, waar je dan mee te maken hebt, is dat het bewustzijn als het ware dus vooruitloopt op de lagere processen van het fysieke en het, zeg maar het astraal fysieke en het dierlijke. Dat die samenhang, als het ware, dus er nog blijft. Maar dat dus de hogere kwaliteiten van de persoon in kwestie, dus eigenlijk wat ik hier heb genoemd, de lagere menselijke en de hogere menselijke brandpunten, die trekken zich eigenlijk al terug. Eigenlijk is dat een foute uitdrukking, want die trekken zich niet terug. Die zijn continu op dat gebied. Maar de persoon in kwestie heeft eigenlijk zijn bewustzijn al uit dat fysieke getrokken, dat astraal fysieke. Heeft dus zijn bewustzijn ook al uit dat dierlijke getrokken. En wat we dus eigenlijk zien, is dat in dat dierlijke en fysieke nog voldoende bindende energie is om het te laten functioneren. Maar wat we heel goed kunnen realiseren, en de mensen die daarmee te maken hebben, die weten dat ook, dat eigenlijk de persoon in kwestie, waardoor wij iemand eigenlijk kennen, zijn manier van denken en praten en zijn ideeën en zo, die zijn al voor het grootste gedeelte dus eigenlijk al teruggetrokken uit deze lagere gebieden. Die invloed is al eigenlijk niet heel. En hij leeft in feite op dat gebied. Wat je dus ook vaak ziet, is dat je dus eigenlijk ook hoort van familie, echtgenoten en zo, van ja, het is in feite mijn partner niet, het is mijn vader niet, zoals ik hem gekend heb, en het zit eigenlijk heel anders in elkaar. Ja? Anders in elkaar in de betekenis van, het is eigenlijk een heel, laat ik zeggen, actueel bewijs dat we inderdaad samengestelde wezens zijn. Het is eigenlijk een soortement lijfdemonstratie dat dat zich kan voordoen. Ja? Dus het is jammer, maar het is beter als je dat zat synchroon kan laten leven. Maar voor de echte, essentiële mens is het dus eigenlijk geen enkel moeilijkheid. Ja? Er is nog een vraag. Of er op de gebieden na de dood ook sprake is van samenwerking met andere wezens? Ja? Ik bedoel ja te zeggen op het feit dat ik heb de vraag begrepen. Het antwoord is nee, want ga maar even terug naar die vier toestanden. Je zou dus eigenlijk op dat gebied in volle waaktoestand moeten zijn, wil je met elkaar kunnen communiceren. Ja? Als u kijkt maar even naar die droomtoestand, ja? Dan kunnen we eigenlijk in onze droom alles als het ware overnieuw beleven, wat we gedurende de dag of de afgelopen dagen hebben meegemaakt. Zeker als ze van een wat geëmotioneerd karakter zijn. Maar we kunnen daar niet handelend optreden. We kunnen niet in de droom zeggen van nou, ik kies de voorkeur voor dit of voor dat. Of toch maar liever dit. Nee, het is in feite een soortement afdraaien van een film die je als ware overdag hebt opgenomen. En daar vandaan zit ieder als het ware in dat gebied in zijn eigen, laat ik maar even zeggen, film. In zijn eigen geschiedenis te kijken en leeft hij dus eigenlijk ook in zijn eigen beelden die hij heeft opgebouwd, zonder daar in principe die communicatie te hebben. Dus je moet al van een hoge kwaliteit zijn, van een hele hoge kwaliteit, wil je dus A, bewust zijn op dat gebied, en ben je dus van die hoge kwaliteit, dan weet je eigenlijk dat het ook niet verstandig is om op een of andere manier daarin te grijpen, maar de processen van de natuur zijn gang te laten gaan. Volgende vraag, of je het verwerkingsproces in het kama loka kan versnellen door dit tijdens je leven voor te bereiden? Ja, dat kan je versnellen door te zorgen dat je in die lagere gebieden geen energie opbouwt. Dus je kan niet je hele leven een zeer, zeg maar, emotioneel mens zijn, fantastische grote begeertes hebben, waar geen einde aan komt. En dan denken van, hoe zou ik dat moeten afbouwen? De manier van afbouwen die je zou kunnen doen, is komen tot het inzicht dat dit niet de juiste karakteristiek is om vanuit te leven. En vanaf dat moment dus in die hogere karakteristiek te gaan leven.
En hoe meer dat je dat lukt, hoe meer dat je de balans kan verschuiven naar het feit dat die periode dus niet zo lang zal zijn. En dat je dat als het ware meer als een droomtoestand zal meemaken. Ja? Denkt u maar even gewoon wat er nu gebeurt met onze hele virusproblematiek. Je ziet ook een hele hoop mensen die duidelijk een heel andere kwaliteit in hunzelf naar voren laten komen. Geen kama, geen begeerte, nee, mededogen, meehelpen, voorbijzien aan je eigen belangen. Toch maar weer even je oude beroep van verpleger oppakken, wat je dus een paar jaar hebt losgelaten. En nou toch maar weer als verpleger gaan werken, omdat dat zo hard nodig is. Dat zijn voorbeelden van mensen die een duidelijke stap doen, waardoor dus eigenlijk dat begeerte element minimaal of niet wordt opgebouwd. En duidelijk een heel andere, zeg maar, intentie aan hun leven gaan geven. En ook dienovenkomstig dus een veel andere ervaring zullen hebben in dat kamerlogisch gebied. De vragen blijven binnenstromen. Volgende vraag. Zijn nachtmerries of spannende dromen altijd een bevestiging dat je overdag te veel kamerloka, oftewel lagere kwaliteit gerichte gedachten hebt gevoed? Of kan het ook een oefening zijn in hoeverre je in staat bent jezelf te vergeten en tijdens die nachtmerrie bovenpersoonlijk te handelen? Leuke vraag. Nou, oefening is dus eigenlijk denk ik niet het geval, maar het is natuurlijk een voorbeeld van het feit dat we... Ik had dus net het plaatje genomen, ik zal even kijken, misschien is het wel goed als ik hem even terughaal. Even kijken, waar staat hij? Deze. Ik had dit plaatje genomen en om te laten zien waar wij correleren. En wat je er natuurlijk ook kan gebeuren, is dat je door je gerichtheid op de dag in die lagere gebieden, in dat dierlijke als het ware, dat lage menselijke, energie opbouwt, maar ook als het ware kanalen opent, waardoor je dus een contact legt met dat gebied en mogelijkerwijs je ontvanger voor dat gebied veel gevoeliger is geworden, waardoor er dus misschien een wat ongewenste contact ontstaat en beelden op je afkomen. Ook in allerlei psychische stoornissen kan je dat als het ware terugherkennen. Eenvoudig voorbeeld. Als je dus s'avonds voor je gaat slapen een of andere vreselijke horrorfilm zit te kijken, dan is de kans dat je natuurlijk 's nachts daar nog een stukje van meedroomt heel groot. Want je bouwt die sfeer op, je bouwt die energie op en dat is als het ware de opening om je zender, maar zeker je ontvanger, te activeren en je als het ware voor dat gebied te openen. Dus nee, het is niet een training. Het is dus als het ware meer een opening. Als we praten over training op dit gebied, dan moet u uw aandacht proberen te richten op onze laatste serie. Daar we praten over de mysterieschalen en de avond dat we het hebben, de laatste avond, over inwijding. Daar komen we dus in datzelfde idee terecht en dan kunnen we er eigenlijk iets meer over zeggen. Oké, nog twee vragen. Jagrat en de andere toestanden van bewustzijn, tot welke bollen van de planeetketen behoren die? Jagrat? En de andere toestanden. Oké. Tot geen ene keten. Tot geen ene keten. Waarom niet? Het zijn toestanden van bewustzijn. Dus om even heel duidelijk te zeggen, die vier toestanden, en ik zal even kijken of ik hem terug kan pakken. Waar had ik hem staan? Hier ergens, dacht ik. Deze vier toestanden zijn dus in feite toestanden wat een bewustzijn kan aannemen. Dus je kan niet zeggen dat ze tot een bepaald gebied horen. Het wil in feite zeggen, hoe actief ben ik op dat gebied? Of hoe, zeg maar, dromerig ben ik op dat gebied? Of hoe zie ik in feite de bijna essentiële werkelijkheid van dit gebied. Dat is dan die laatste, die nirwanische toestand. Ja? Dus het zijn eigenlijk vier toestanden waar je naar dingen kan kijken. Ja? Dus dat is denk ik wat je moet realiseren. Dus je zou deze vier gebieden van toestand dus niet alleen op kamerloka los kunnen laten. Je kan hem ook op de aarde loslaten. Je kan ook zeggen, ik ben gedurende mijn dagelijks gebeuren, dus als het goed is, 8 uur... in de waaktoestand,
Ik ben een aantal uren in de droom-slaaptoestand. Hè. Dat kan 's avonds al beginnen als je een beetje weg zit te zakken in je heerlijke stoel en je kijkt naar een tv, maar je bent er niet zo goed bij. Dan begin je eigenlijk al in die slapna-toestand te komen. Je kan ook natuurlijk in deze wereld heel essentieel diepzinnig bezig zijn. Ja? En dan is het wil zeggen een actieve toestand, dan verkeer je dan in dat manasische. Maar het kan ook zijn dat je in die subsupti toestand komt, in dat bewustzijnsgebied van deze aarde, maar dat je dan dus eigenlijk helemaal daar geen waarneming van kunt opdoen, omdat je dus niets hebt ontwikkeld om daar dus als het ware wat op te doen. Ja? En dan zak je dus eigenlijk vanzelf wel terug in die swapna toestand. En die hoogste toestand kan eigenlijk ook op deze aarde plaatsvinden. Maar dan praten we natuurlijk over de vergevorderde bodhisattva's, de boeddha's enzovoorts, die dus eigenlijk die nirvanische toestand tijdelijk kunnen doormaken. En als ze daar definitief in overgaan, dat ze dan het volledige boeddhaschap hebben aanvaard. Dus nogmaals, het zijn toestanden waardoor we dus eigenlijk in deze uiterlijke wereld, maar ook in Kamaloka, maar ook in Devachan, dus op een bepaalde manier gewaar kunnen zijn en actief kunnen zijn van die gebieden. Laatste vraag. Hoe zit het met de vrije wil in Kamaloka, als we uitgaan van een absolute vrije wil als hypothese? Oké. Een absolute vrije wil bestaat dus niet. Vrije wil is overeenkomstig onze ontwikkelde kwaliteiten. En als ik zeg van Kamaloka Devachan is een oorzakelijk gebied, dan moeten we realiseren dat we daar niet onze wil kunnen aanrichten, want dat zou kunnen impliceren dat we sturend zouden kunnen optreden. Maar het is een oorzakelijk gebied, dus het is een gevolg van iets wat we hebben gedaan. En op dat moment, als we dus eigenlijk in die droom-slaap-toestand zijn in die gebieden, dan kunnen we dat alleen maar als het ware ondergaan en uitwerken. En kunnen we niet onze wil daar aanrichten om dat anders te willen. Willen we dat anders, dan moeten we dat nu doen, gedurende ons uiterlijk leven. En dan moeten we daar dienovereenkomstig ons bewustzijn richten en ontwikkelen, zodat we op die gebieden dus daar veel actiever in kunnen zijn. Dit was het, Erwin? Oké. Dan ga ik even kijken of ik de draad kan pakken. Hier waren we gebleven. Toestand in Kamaloka. En de volgende toestand die we dus daar krijgen, de glijdende schaal. Hè, we schuiven dus eigenlijk na dat tweede panoramisch visioen, waarin we dus eigenlijk net als in een luchtballon, een hete luchtballon, wat massa afgooien en daardoor hoger kunnen stijgen. Zo vindt dat ook plaats bij de tweede, of ook bij het eerste, maar ook bij de tweede panoramisch visioen. De lagere fysieke delen van onze samengesteldheid laten we los en we kunnen daardoor een stuk actiever zijn in dat hogere gebied. Dat is die Devachanische periode. Deva, dat betekent God. En Chan betekent eigenlijk ook plaats. Het is een Tibetaanse term. En het betekent eigenlijk de plaats der goden. En dat geeft eigenlijk al precies aan welke kwaliteiten dat je daar dus kan verwachten. Ja? U oogst dus ook wat u gezaaid heeft. Heeft u daar heel weinig gezaaid, dan oogst u heel weinig. Heeft u daar heel veel gezaaid, dan oogst u daar heel veel. Ja? Welk deel van onze samengesteldheid behoort hier? Dat is dit deel. Dat is dus dat deel wat dus wordt genoemd het lagere buddhi, het hogere manas. En hier komt een kleine moeilijkheid. Die cirkel van Boeddhatman heeft een overlap met die lagere menselijke. En dat is een hele essentiële gedachte. Want het is dus zo, we bouwen dat gedurende ons leven op, maar het zijn wel onze hogere kwaliteiten van ons denken. Dus als we menselijk wezen, manas, denker, dan zijn het die kwaliteiten die dus van een hogere geaardheid zijn,
die daar dus als het ware worden opgepakt. Ja? Hoe lang verblijven we daar? Nou, ik zei het al, net zo veel energie als je daar dus indouwt. En het is dus de toestand van dat gebied, wat we eigenlijk noemen in onze schema's hogere Manas, de betere kant, de hogere kant van Manas, dat is het Manasische deel van Manas en het Boeddhische deel, wat daar een belangrijke rol in speelt. Ja? We kunnen dus, net zoals ook al in die vragen beantwoord, ook in dit gebied alleen maar uitwerken. En we kunnen niet zeggen van, ik wil het anders enzovoorts. We kunnen daar ook niet een extra training ondergaan. Het is dus uitwerken wat we hebben opgebouwd. Maar het is wel een dynamisch gebied. Maar het is voor ons een dynamische periode die we passief ondergaan. Ik zal dat zo proberen uit te leggen. Wat er gebeurt, is dat er eigenlijk een assimilatie plaatsvindt van het aroma van het afgelopen leven. De hogere levenslessen. Dus al die lessen die te maken hebben met idealen, hogere aspiraties, onzelfzuchtigheid, inzetten voor de totaliteit, jezelf wegcijferen, om zo te zeggen, en daar dus al je aandacht en energie opbouwen. Heb je daar in dat gebied niets opgebouwd, dan hebben we eigenlijk ook niets te verwerken. En wat krijgen we dan? En dat was dus waar ik dit plaatje voor nodig heb. Wat gebeurt er? Uit die lagere menselijke natuur wordt dat aroma en die assimilatie opgetrokken tot een wezen waar wij een onderdeel van zijn. Boeddhatman. En die werkt in feite met wat wij daar hebben opgebouwd. Gaat hij dus mee aan de slag. Of anders gezegd, wij kunnen alleen maar in dat gebied actief zijn en daar enige ervaring van opdoen, door die kwaliteiten die eigenlijk overeenkomen met dat boeddhatmische en wat als het ware wordt opgenomen, en daar hebben we dus in de literatuur allerlei mooie termen voor, in de boezem van. Ja, oftewel, we zijn er wel, maar we maken in feite wel gebruik om als het ware mee te liften. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar is in feite die assimilatieproces. Maar het is wel zo dat boeddhatman, dat zijn de bekende kreten van de binnen- en buitenronde, boeddhatman gaat ook in die periode, omdat hij dus minder aantrekkingskracht tot die aarde heeft, omdat hij die lagere natuur, als het ware, op dat moment zich daar niet manifesteert, gaat dus eigenlijk zijn eigen reis. En afhankelijk van onze kwaliteiten, van wat we hebben opgebouwd in Devachan, is de beginfase van Devachan dus eigenlijk ook de lagere kwaliteiten van dat gebied. En naarmate boeddhatman in zijn reis verder en hoger gaat, beginnen we ook als het ware enige ervaring op te doen van die overeenkomstige kwaliteiten die wij hebben opgebouwd in dat gebied. Deze formulering is enorm van belang. En op een gegeven moment moeten we eigenlijk realiseren dat wij natuurlijk geen verdere kwaliteiten hebben opgebouwd. En dan is dat eigenlijk een klein beetje een uitdoving van die periode. En maken we daar dus eigenlijk onze derde panoramisch visioen mee. Waarna dus een totaal ander proces gaat beginnen. Hoe ervaren wij Devachan? Dat is weer diezelfde vier mogelijkheden van toestanden van bewustzijn. Als we een zeer ver ontwikkeld wezen zijn, dan hebben we daar een behoorlijke, waaktoestand. Zijn we echt heel ver ontwikkeld, zoals we dat zouden kunnen zijn in Turiya, ja? Of een hoge kwaliteit van Susupti, dan gaan we daar in feite eigenlijk doorheen en hebben we dus eigenlijk die droomtoestand en dat swapna hebben we daar totaal niet. Want we zijn gewoon te ver ontwikkeld. We zijn bewust van dat gebied. En we schuiven daardoor eigenlijk, als we ver ontwikkeld zijn, naar die nirvanische toestand. En we verblijven dan een korte of langere periode in een nirvanische toestand.
Als we dat kunnen, dan hebben we dus die illusoire toestanden van Devachan niet meer. En dan zijn we dus eigenlijk ook in staat, met onze eigen wil, te bepalen hoe lang willen we daar blijven, hoe snel willen we terug. Dat ligt dan eigenlijk binnen de mogelijkheden, omdat dus in feite Jagrat, dat waakbewustzijn in die gebieden, ook inhoudt dat we onze wil volledig kunnen exerceren en als het ware keuzes kunnen maken. Ja. Dat is wat wij noemen die reis door die innerlijke gebieden. Ja? Nogmaals, het aroma van de mens, de hogere kwaliteiten, zo onzelfzuchtigheid. Het zijn die aspecten van hogere manas en boedhi. Het is een reis die we maken, niet alleen binnen de sfeer van de aarde, maar in feite doet Boet Alman ook een tocht binnen de circulaties van de zon, ons zonnestelsel. Ja? En hij gaat dus eigenlijk door die kosmos heen, vanuit die innerlijke aarde naar de innerlijke kant van onze planeet, naar de innerlijke kant van de zon. Ik beschrijf dit proces als een bewustzijn wat ver ontwikkeld is, waar wij normaal gesproken als menselijke wezen alleen maar vagelijk iets van meekrijgen en zeker niet bewust. Het is eigenlijk deelnemen aan die circulaties in het zonnestelsel, zoals ik hier de onderste bullet heb staan, zoals in feite het menselijk bloed door het lichaam gaat, alle organen als het ware raakt, daar dus de nodige reiniging ondergaat om dan weer terug te keren naar dat bewustzijnsprincipe. Hier ziet u dus eigenlijk wat ik geprobeerd duidelijk te maken. U ziet duidelijk dat dus bij Boet Alman de cirkel aan de onderkant vaag is, wat opgetrokken is. En dat is dus de processen die we doormaken als het ware in die devachanische periode. Over het algemeen kennen we die toestand op aarde ook. Ja? En het kan ook zijn dat u dat zelf in een soort moment semi-droomtoestand doormaakt. Als u naar mooie muziek zit te luisteren, helemaal daarin opgaat, eigenlijk alle verbindingen verliest met de omgeving waar u op dat moment deel van uitmaakt en u alleen maar eigenlijk in die sfeer zit van dat geluid, heb je dus eigenlijk al een klein beetje van die devachanische smaak in uw mond. Leeft u volkomen in die hoge idealen en u zet u zich daar 100% voor in. Mededogen is het kenmerk van uw wezen. En u heeft wat dat betreft weinig aandacht voor al die lagere delen van onze samengesteldheid. Dan leef je eigenlijk al als menselijke wezen aan die hogere kant. En dan leef je dus eigenlijk min of meer al naar die kwaliteiten van dat gebied toe. We maken nog even een break voordat we dus een nieuwe incarnatie ingaan.